Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Heb je dat ding in de hand? En ik ben bij Nien en al op kantoorpand. Ja, nu moet het pand meer, hè? Op het pand. Pand. Wacht, ik heb echt ziek tegenlicht. Heb ik het wel eens toen laten zien op de vlog? Volgens mij wel, hè? Toen ik de laatste keer ik hier was. Of niet? Ben je hier geweest? Ja? Dan was jij er ook nog. Was jij er ook nog? Toen kwam jij later. Oh, ja, toen met moederdag zo. Ja. Ja, toen heb ik echt een uur gechilled, volgens mij. Ja, toen kwam het wel laat. Ja. Waren jullie al echt al een uur, toen ging jij weg, zei ze echt al 2 uur geweest. Zo. Ja, jij zegt zo, moet je pan niet even zien? Ik zo, ja, nou, wij waren echt al een uur aan het kletsen. Ja. Heb je doorgevlogd? Weet ik niet meer. Oh, ik had gefilmd op mijn telefoon, dat was het. Maar, ze zijn lekker bezig met wat boeketjes, pakketjes maken. Ja, met een pakketje. Pakketjes. Kijk dan hoe mooi, allemaal weer rood. En Anne is bezig met haar droogstukken. Ja, heel mooi. En ik ben hier lekker dus een dagje aan het werk. Boven bij het kantoor. Genoeg kantoor uit. Ja, dat is zeker. Een ja. Die nog meer op het kantoor zitten. Dus nou, een chill dagje. Kijk, ik heb hier lekker een beetje mijn eigen office. Dus ik zit hier gewoon chill te werken. Super relaxed. We hebben net trouwens geluncht. En zometeen vanmiddag ga ik weer naar Amsterdam en ga ik lekker sporten. Ik ben inmiddels terug in Amsterdam. Ik heb mijn sportoutfitje aan. Ik ga bij Noord bij NSM trainen. Ik heb dus deze nieuwe legging en het heeft echt zo'n butch crunch. Dus je hebt echt een dikke boomba. I like it. Ik heb even een lekker matchatje gemaakt. En dan ga ik er zo vandoor. Ik dacht het is leuk om in deze weekvlog even mijn nieuwe fitjes voor Italië te laten zien. Want ze zijn nu binnengekomen. Van Chiquelle heb ik weer allemaal leuke items mogen ontvangen. Hele leuke zomer items. I'm so very happy. Ook moet nog... Ze laten zien ook hele leuke bikinis heeft Chiquelle altijd. Ik heb natuurlijk een kortingscode. Dat is Sarah20 en dan krijg je dus 20% korting op de gehele website. Dus check de link in de beschrijving. Dus je koopt echt super veel leuke dingen. Maar als eerst beginnen we met deze banger. Hoe cute is dit jurkje echt. Oh my god, hij laat mijn kont echt mooi uitkomen. I love it. Maar hoe cute is dit? Nou, dit is helemaal cute voor Italië, echt... Helemaal obsessed. Dit heb ik in maat M. Dus hij valt klein. Dus bestel zeker een maatje groter. Want ik vind hem nog best strak zitten voor een maat M. Zeg maar. Een best soort kort. Dan doen we meteen maar een bikinietje om met de deur in huis te vallen. Ja, deze bikini heb ik dus ook in het rood. En ik vind deze echt niet normaal. Hoe fucking mooi is deze? Echt. Ja, ik kan hem dus zo gekruisd dragen, maar natuurlijk ook gewoon zo recht. Ik vind dit zo leuk. Echt, I'm obsessed. Ik heb deze in maat S en een broekje in maat M. En ik heb deze top dus ook in het rood, maar ik ben het broekje kwijtgeraakt. Dus hebben ze een nieuw broekje opgestuurd. Echt heel lief. Dat is deze. Dan deze superleuke maxi jurk. Ik ben de laatste tijd helemaal into de maxi jurk. Ik vind het zo cute. Echt, I love it. Hoe leuk zijn deze kleurtjes ook. Dus... Deze heb ik ook. Oh ja, dit is maat M. Ik had hiervan ook wel maat S kunnen hebben, maar weet je, op zich is het prima. Het staat lekker luchtig. Dan dit superleuk topje. Echt, oh my god, dit is toch te cute. Echt, nou, I love it. Deze heb ik in maat S. Het is toch echt heel leuk. Ik heb dit nu even random op deze broek aan, want dit is de eerste broek die ik zag. Ik vind dit echt heel leuk. Van achter ook zo gerafeld. Ja, helemaal cute. En dan last but not least, dit hele super basic jurk. Heel lekker flexibel stofje. Zit ook mooi, perfecte lengte. Het schijnt wel een beetje door, maar het is wel een leuke basic voor onder een blazer bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ik dit gewoon aanhoud nu en kijk het zo gaan stylen wel. Kijk, leuk met een blazer zo. Dat is toch helemaal leuk? Ik vind dit echt heel leuk. Met docs. Leuk zo mijn tas erbij. Ik vind het helemaal een lookje. Wil je nou ook leuke summer items kopen? Ga naar Chiquelle, het link in de beschrijving. En shop met Sarah20 voor 20% korting. Yay! Hallo allemaal, het is vandaag dinsdag. Ja, ik heb een sportoutfitje aan, want ik heb de hele dag op kantoor gewerkt. En ik ga nu
mijn oksels, benen en bikinilijn alles lezen. En daarna ga ik naar sportlesje, de Booty Club. Dat zit nieuw in mijn sportschool op de single van de Trey Moore. Dus ik kan ook gratis heen met je membership. Dus ik ga dat vanavond samen doen met Maggie. Dat is helemaal leuk. Maar eerst eens even lekker lezen. Nou jongens, we zijn weer met Maggie. Bij de Maggie. Oh my god, heel lang niet gezien. Maggie met Maggie. Nee. Ja. Dus oh my god. We hebben net zo hard gesport. We dachten we moeten gewoon... Is dat niet een Mac in Greek? Voor de naam van mijn McDonald's naar de bestelling. Sowieso twee medium friet met frietsaus. Twee medium friet met frietsaus, ja. En doe maar twee McChicken. Twee broodjes McChicken? Ja. Dat was de bestelling? Ja. Wat 48 mag door het is trouwens niet. Top! Die chili chicken was niet lekker, toch? Mm. Dat was van die McBain. Ja, we misten een beetje saus. Oh ja. Dat was alleen die chili saus. Ja. Maar de McChicken is gewoon lekker. Ja. En dan gewoon lekker frietjes. Oh. Ik heb die frietjes van de Febo. Fucking nee. Slecht. Eeuw. Febo moet je naar de snacks. Maar kaassoufflees, maar shit! Ja. Kaassoufflees, maar shit! Ze hebben ook kaas. Ik hou van kaassoufflees. Thomas gaat sowieso weer... Waar ben je nu? Nee. Hoezo ga je naar de McDonald's? Nee, we gaan niet zeggen. Nee. We zeggen dat we hem al bij mij hebben gegeten. Nee, ik zei tegen hem, we gaan naar jou koken. Ja. Ik ga zeggen, op... Nee, maar Thomas kijkt die vlogs niet. Dus nee, Stan ook niet. Oké, dan we gaan zeggen... Kippensoep, zeg maar. Ja, kippensoep, ja. Die is Cecile opgemaakt. Top. Stokbroodje met kruidenboter. Zo so healthy. Ja, onze vriendjes die gaan altijd zitten janken. Hoe zeg je naar de McDonald's? They don't understand. Echt, nee. Ja, we hebben heel hard gesport. Ja. Die booty was fucking... Zo, jongens, die booty club. Wel echt een toppertje hoor. Ja. Maar is heel zwaar. Ja. Ik vind het... Ik heb al 700 calorieën verbrand vandaag. In totaal. Oh, totaal. Ik heb 638. Ja. Van die zit Apple Watch van Thomas toch? Ja. Volgens mij die zit niet. Ja, ze op zijn gewicht en lengte. Van en, hem. Ja. En die bedhaal... Maar hoe oneerlijk? Dat hun veel meer calorieën verbranden. Ja, maar hij is fucking taller, hè? Nee. Ja, gewoon dubbele. Oh, letterlijk. En ook dubbel met weight of zo? Ja. Nee, niet dubbel, maar. Nee, maar anderhalf of zo. Jee. Nou, we komen zo terug even met een kleine mini McBang. Oké, ik ga niet meer zeggen. Jongens! Ah! De McDonald's. The smell of happiness. Ja. Hij is lekker, vers. Oh. Hey. Woehoe! Oh my god. Nou, niemand, niemand. Ik ga dood. Ja. Oh. McChicken. Oké. Okay. Even een beetje kip voor de gains. Dus ik heb big gains. Ja. Big booty. Mmm. Sausje. Oké. Nou jongens. Yeah, Maggie, long time no see. Ja, Maggie, how are you? Druk met life. Maar. Gaat heel lang naar Italië. Ja, 2 maanden. Ja. Oh. Ja, ik dacht, is hij nou gewoon zo? Ben je zo bruin? Wel zin in? Ja, oh, can't wait. Ga je met je ouders nog iets doen of zo? Ja, misschien wel, maar augustus of zo. Ja. Nou, ik ga dus volgende week naar Italië. Ja. En Meg en Thomas zitten dan ook in Italië. Ja. Dus we gaan elkaar ook meeten daar. Oh. Dus we gaan zo even bij Thomas thuis even kijken wat we misschien kunnen doen. Ja. Ik denk misschien either wijnproeverij of zo van like cooking dash. Maar we kunnen ook overdag al, hè? Ja, ja. Gewoon En dan eten. Ja. Ja, leuk. Uh-oh. Heel leuk. Ik ben excited. Ik ook. Ik ben nog nooit in Italië geweest, hè? Hou je bek. Nee. Nee? You're missing out. Ja. It's like the best land. Ja, en best food. Ja. Oh. Geen vegan shit daar, hè? Nee, maar ik ben nog geen vegan. Ik heb niet eens gehaald. Ja, hoe ging de week dan? Vind je je beter? Nee. Ja. Ik deed sowieso voor TikTok, niet voor mijn lichaam. Ik deed gewoon een leuke challenge voor TikTok. Oh.
Maar het was sowieso van maandag tot vrijdag. Het weekend heb ik het al niet gedaan. Oké. Okay. Ik vond het gewoon kut. Ja. Maar ik zou het niet erg vinden om sommige dingen meer vegan te eten. Maar niet bewust, maar gewoon, zeg maar, ja, gewoon instead of meat, een vegan burger. Of, maar wat is dan vegan burger? Alleen, like, soja. Ja, je hebt een vegan chicken burger of zo. Ik zeg maar wat. Nee. Ja, je proeft het echt niet. Nee? Of, maar ik kan niet falafel. Tofu. Oh. Ja. Of, ik heb niet eens tofu op. Oh, hup. Maar, vegan kaas op je tosti. What the fuck is vegan kaas? Ja. Oh, ook vegan smeerkaas. Ja? Ja. Zeg maar, dat soort dingen hebben we nu op kantoor. Ja, dat vind ik dan niet erg om op met lunch te eten of zo. Nee? Maar ik proef het verschil bijna niet. Ja. Als je een hele tuna melt maakt, ja, dan proef je echt niet wat voor kaas erop zit, hoor. Nee. Maar je gaat niet tuna melt eten. Oh, nee. Toch? Ja. Nee, maar het is niet... Ik ga nooit van mijn leven vegan worden. Dat weet jij zelf ook. Dat kan ik niet. Maar... Ja, maar ik vind het wel goed om een soort bewust mee bezig te zijn en te minderen. Zeg maar, het hoeft niet altijd veel of veel vlees, kijk, of elke dag. Ik eet bijna nooit vlees. Nee. Ik vind het veel te duur. Ja, veel te duur. Dus alleen als je... soms kip. Ja, maar kip is niet goed voor jou. Jawel. Nee, niet zo heel veel kip. Nee, nee, nee. Maar nu als je terug bent in Toscana, je moet heel veel vlees eten. Ja. Is het duur? Nee. Nee? Dus het is zo cheap. Oh. Echt cheap. Maar op toeristenplekken denk ik wel duurder, hoor. Ja, maar je gaat niet eens toeristenplekken. Nee. Volgens mij voor eten, voor twee. Max. Ja, heel veel eten en heel veel drinken. Ja. 150. Ja. Wow. Maar dat is echt like max. Ja. Ja, nice. Heel nice. Ja. Waarom is het zo lekker? I don't know. Hoe kan dat? Addictief. Maar echt? Bijvoorbeeld frietjes van een KFC of Burger King, die vind ik gewoon niet lekker. Oh, nee. Nee, maar... Volgens mij, die olie van dit is iets anders. En zijn lekker dun. Ja. I like it. Wat vind jij het lekkerste van het menu? Van Mac? Kip nuggets, ik ben echt een fan van kip nuggets. Met ketchup. Nee. Nee, maar kijk, weet je? Dat is gewoon niet mijn hele leven. Ik ga kip nuggets met ketchup. Ja. Ja, mij echt met frietsaus, hoor. Jij moet de Mackie proberen in Italië. Ja. Is dat heel slecht, maar... Ja? Nee. We gaan niet in Italië naar de Mackie gegeten. Nee. Maar... Hebben ze ook... spaghetti. Nee. Maar wel een toastie. Ja, geen toastie hier. Nee. Oh, die toastie van de Mac is zo good. Oh. Ja. En dan wat anders. Maar ik vind spicy kip nuggets het lekkerste wat er in bestaat. Gewoon. Ja, en meer crunchy, toch? Ja. Ja. Gewoon zo lekker met frietsaus. Oh, die kan me er echt voor wakker maken. En die frietsaus en die andere. Wat is die andere saus? Zoetzuur? Ja. Ja. Hoe kun je nog zoveel saus hebben? Mijn gaan op. Oh, ik heb niks zien. Ik hou van saus. Ja, ik. Ja. Maar ik wil het wel in mijn burger. Mmm. Dat is slim. Ik eet altijd eerst de friet. Ja? Ja. Ja. Want ik vind die friet dus niet meer heel lekker nadat ik een hele burger op heb. Nee? Maar anders is hij ook koud, dus je slaat. Ja. Nou, ik heb echt... Maggie gaat ook even lekker tips geven voor Italië. Ja, ik heb mijn boekje mee. My Lonely Planet. Echt leuk. En de weer, holy shit. Mm. Bo is nu in Italië, hè? Oh, waarheen? Nou, een hele roadtrip. Het is echt van noord naar zuid. Met? De auto. Ja, met wie? Oh, met vriend. Oh. Ja. Heel nice. Nou, damn. Onder Napels is helemaal. Nu al. Naar Caprio Show.
Geen idee. Wow! Zo! Dit is heel veel lettuce, hè? Sla eigenlijk. Dit is sla. Kun je dat zien? Wauw. Wat vind je het allerraarste Nederlandse woord? Afstandsbediening. Dat vind ik fucking gek. Op de pak is dat. Afstandsbediening. Gewoon een controller. Of ja. Afstand, dat. Dat fucking raar. Afstandsbediening. Wel knap dat je dat gewoon kent. Jij kent bijna alles. Ja. Ja, nu. Ik vind het niks raar nu. Maar weet je niet nog in het begin dat je dacht van, wat de fuck is dit nou ervan? Ja. Ja, maar nu, ik gebruik die woorden wel. Ja. Dus ik vind, oké, prima. Ja. Ja. Oh my god. Lekker. Oké. Lekker, lekker. Heel veel sla. Ja, what the fuck. Healthy. Even rustig aan. Oh, healthy queen. Wordt iets te gezond. Oh my god, ik ben zo heet. Ja. Oh, fuck. Oh. Omdat de auto uitstaat. Oh. Even een raampje open, hoor. Dit is veel te veel sla. Ja. Mmm. Ja. Super fresh. Chicken. Like, nee, moet dippen. It was just made. Tastes like it was just made. Ik heb lang geen McChicken op. Long time ago. Volgens mij was het met jou. Ja? Wanneer ben jij voor het laatst naar de Mac geweest? Jij gaat nooit. Ja. Maar ik ook bijna niet meer. Maar we hadden pas op kantoor besteld die vegan. Met plant. Nou, was fucking lekker. Hoe was het dan? Ja, gewoon een hamburger. Proefde gewoon niet verschil. Maar waarschijnlijk omdat heel de McDonald's gewoon fucking chemisch is. Proefde het verschil gewoon niet. Twee of drie jaar geleden. Twee, drie. Die vegan of vegetarian met nuggets. Dat was fucking lekker. Ja. Maar dat is veggie, not vegan, I think. Ja. Nou, I like it. But then you... Dan kan je dus maar niet de frietjes met frietsaus. Want die frietsaus is dat niet alweer... Dat heb ik hier. Frietsaus sowieso. Nee, oh nee. Veel bij je bed. We moeten wel onze sporen wissen. Oh, nu doet wel dit, hè? Ja. Shit. Nou. Jezus. Ik stik. Nee, gaat goed. Met mijn Love Island bottle. Ja. Zou je daar ooit aan meedoen? Ah, oh, Love Island? Ja. Nee. Maar. Nu ben ik te oud. Ja. Ik wou net zeggen. Ik denk, stel ik was 19 of zo en ik werd gevraagd. Dat ik het misschien wel had gedaan. Misschien. Ja. Maar. Ja. Too late. Bot gemist. Bot. Ja. Nou, waar ga je dan? Oh, mijn moeder. Waarom zit jij bij de McDonald's? Nou, ik ga even opnemen. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik ben in Hilversum met Thomas. We hebben dus, of ja, jij eigenlijk, een shootdag van HEMA. Voor de HEMA. Ja, heel leuk voor een HEMA-campagne. Dus ik ben gezellig mee. Net mijn haar geverfd vannacht. Oh, echt? Uur. Je dacht, het moet even er goed uitzien. Ja, ik heb gisteren naar de kapper geweest, dus ik dacht, ik ga snel verven. Nice, looks good. Thank you. Het staat jou echt goed. Het lijkt echt wel alsof het jouw eigen haarkleur is. Ja, het komt door de fake tan. Zie je die? Ja, ja. Ja, ik heb dat ook altijd. Maar ik heb altijd make-up eroverheen, dus dan zie je het minder. Ja, maar het vlekt zo erg. Bij mijn neus vlekt het altijd heel erg. Bij mij hier. Oh, bij mij bij mijn neus hier altijd. Zeg maar rood ondertoon van mijn en dan allemaal die vlekken. Nou ja, dat past wel erbij. Ja, want ja, het staat gewoon helemaal niet zo mooi. Dank u wel. Wauw, helemaal de make-up. Ready! Are you ready? I'm super ready. Leuk, we zijn ook gezellig. Jij zit ook nog lekker in de make-up? Met deze beauty make-up. Leuk. Ik ben best wel goed leuk. Vandaag weer. Oh my god. Wauw. Hij ruikt lekker.
ik ben het. Ja, ja. Leuk dat krulletje ook zo. Dank je. Ja, helemaal leuk. Of ja. Moet ik de vest aandoen? Jij hebt ook een leuke outfit aan hoor. Ja, lijkt wel een beetje als ik naar de club ga, maar... Ja, nou. We doen het gewoon lekker. Ja. Nou jongens, het was echt een super leuke ochtend. Leuke shootdag. Oh wacht, ik moet wel even mijn locatie aanzetten. Want ik moet rijden. Het was echt super gezellig. Leuk om Thomas even een beetje te helpen en te zien. En het is echt goed gedaan. Het gaat de hele dag nog door. Maar ik moet Stan ophalen van Schiphol. Want ik moet nog een campagne filmen. Dus ja, even adres naar huis aanzetten. Ik heb een nieuw pakket van Naked binnen en dat wil ik jullie echt laten zien, want ik ben echt helemaal obsessed. 42 minuten, oké, okay, let's go. Nog allemaal, het is vandaag donderdag alweer. Voor mijn gevoel heb ik echt vet weinig gevlogd deze week. Ik heb heel leuk nu even een Naked haul. Ik heb alles gisteren al aangetrokken voor TikTok, dus wil je alles met aanbeelden zien, moet je even de TikTok checken. Maar ik wilde jullie gewoon even de items laten zien, omdat ze zo leuk zijn. Stan had dus voor mij geshopt, dus dat was een soort TikTok challenge wat ik had gedaan. Dus heel erg leuk. Dus ik ga even laten zien. Ik heb altijd natuurlijk een kortingscode bij Naked, dat is Sarah V. En dan krijg je 20% korting en als je nieuw klant bent 30% korting, dus dat is heel chill. Linkje staat in de beschrijving. En ik heb allemaal nieuwe dingetjes voor Italië, want zondag gaan we naar Italië. Dus volgende week, volgende twee weekvlogs worden Italië weekvlogs. En we gaan dus roadtrippen. Nou, als eerst een zwart kort zwart strak jurkje. Gewoon een leuke basic, is altijd leuk. Dan deze hele leuke paarse jurk. Kijk hoe mooi dit is. Het gaat dus zo. One shoulder. En dan van de achterkant ook één zo'n ding. Een hele leuke witte linnen broek. Die had ik nog niet. Die wil ik wel heel graag. Dus ben ik echt heel blij mee. Dus een witte linnen broek. Een heel schattig wit jurkje. Echt zo leuk voor Italië allemaal. Ik vind het ook zo chill dat we met de auto gaan roadtrippen. Dus ik wacht. Ik wil ze ooit meenemen. I love it. Dus een wit schattig jurkje. Een hele leuke top. Deze heb ik ook in het zwart. Maar nu ook in het beige. Heel leuk. Deze zwart-witte trui. Die had ik ook al. Deze trui trouwens. Hoe leuk. Leuke kleuren ook. Echt, I love it. Hele mooie zwarte lange maxi jurk. Met een diepe rug. Diep uitgesneden rug. Diepe rug. Maar deze moet je echt even aanzien. Hij is zo mooi. Een lang en een split. Dan een grijze bandeau top. Ook altijd van pas. Een leuk basic beige shirt. Very nice. Een hele leuke blouse. Misschien ga ik die nu wel aandoen. Maar met wat? Ik heb vanmiddag een Kiehl's pool party event. Maar ik zit heel erg te twijfelen of ik daar aan kom. Het is wel een leuke pool party vibe. En een leren broek. Ook altijd top. Nou, helemaal leuk. Zo. Ik ga dan weer naar kantoor. En even een middagje werk. En dan vanmiddag dus event. Oh my god, ik word gek. Ik kom hier op kantoor aan. Ik heb nog geen koffietje op. Het is 10:30. Ik moet een koffietje. Is de fucking havermelk op? Dus nu kan ik weer naar de supermarkt lopen. Havermelk halen. Nou jongens, ik heb mijn make-upje gedaan. Ik ben met Floortje. En we gaan naar Miss Porter. Naar de rooftop. Want daar is een pool party. Oh my god. Ja, helaas. Pindakaas. Ja, ik kom hier. Ik heb dat nog nooit gedaan, hè? Wat? Hier bij jou gezeten. Niet? Nee. Zit je? Ja. Zo, dat is niet lekker aan je spierpijn. Nee, het zit niet lekker. Dat was wel één ding wat ik had kunnen vertellen. Oh, waar moet ik mijn benen? Oh. Hier zo. Oh, dit vind ik zo schattig. Dit is zo cute. Ik ben zo wit. Ik trouw net al je haar staan. Oh. Terwijl ik net zoveel rond erop heb gesmeerd. Maar... Dit is zo... dit lijkt een beetje op die Not My Arms challenge. Ja, zo voelt het ook. Ja, zo voelt het echt. We gaan echt even dit op de scooter, ook zeggen. Op de fiets. Want het is echt daar. Oh, maar daar. We hadden er geen chipper in. Wij zijn lui. Nee, want mijn Apple Watch maakt me wel echt minder lui. Ja. Je wilt echt meer stappen zetten. Ja, want je denkt elke dag, fuck, ik wil die ring voelen. Ja. Klopt. Klinkt echt ziek overdreven, ja. Maar... Nee, het is wel echt een beetje... Oh, Shan, Mo,
motivation. Oh my god. Oké. Okay. Motivation, joh. We gaan, we zien jullie straks. Zo, dit gaat echt hard. Ja, het moest nog een beetje. Doet hij het weer? Ik zie jullie zo. We zijn bij Sissy. Bij Sissy. Dit is mijn huis. Welkom to my crib. Nee, ik ben met Sissy bij Soho. En we hadden dus net Kiel's event. Was gezellig. Was dus de rooftop van de supporter. Ja. Van de W Hotel is dat toch? Ja. En we hebben leuke serumpjes gekregen. En een leuk handdoekje. Maar het was een beetje druk daar. Dus nu zijn we hier voor een drankje doen. Nou, helemaal leuk. Nou jongens, ik ben gezellig bij Laar. We hebben lekker sushi besteld. Heerly. Het is inmiddels echt al tering laat. Het is al bijna 9 uur. Heel lang gewacht. En dan een lekker borrelplankje. Lekker aprolletje. Nou, helemaal gezellige avond. Guys, ik ben nu terug van het event. Booty Club event was echt heel leuk. Je hebt dus een nieuwe Booty Club nu in de single. Tremor op de single. Jesus. Ik ben nu 2 keer deze week geweest. En ik vind het echt geweldig. I love it so much. Ik heb nu even dit lookje aan. Helemaal cute. En ik ga naar kantoor. Even een middagje werken. Helemaal chill. Nou guys, ik heb me klaargemaakt. Ik heb even dit zwarte jurkje aan. Blazer, schoenen. En ik heb de verjaardag van Marel. Vriendinnetje van de studie. Helemaal gezellig. Dus daar ga ik nu heen met de auto. En dan leg ik een gezellig borrel. En hapjes, drankjes. Nou, I don't know. Ik heb hier een cadeautje. En dan gaan we. Verlijntje, Jaren, Denise, Dion, SB, 2, Jesse, Bel, Janik, Maarten, Monok, Noah, 7, Samia. Samia. Nee. Staat er wel. Dante, waar lijkt het niet? Nee, hoor. Samia. Samia. En Anna en Adil. Leuk om nog een te volgen. Ik mijn naam niet. Ja. Wat is dit nou? Oh, 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 lekker! Lekker! Oh, de vlog! Ja. Wat zou dat nou zijn? Nog een keer. Hi Anna! Gaat er echt wauw! Wow. Heel leuk! Smooth criminal hoor! Hey. Leuk! Die first cowgirl! Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe dag. Het is alweer zaterdag. Ik heb vanochtend geboxt, dat was heel leuk. Toen heb ik de hele dag helemaal niks gedaan, dan heb ik geslapen. En nu zijn we aan het klaarmaken, want het gaat vanavond naar... Ja, schat, je hebt de hele huis opgeruimd. Oh ja, we hebben het hele huis opgeruimd. Ik ga zo laten zien. Maar dit is de look, we gaan naar de pizza show. Het is bij de Hermitage al eerst heel leuk buiten in de tuin zijn en zo, maar het is echt poep weer. Dus het is nu binnen, maar ja, ook leuk. En vanavond gaan we naar een party nog. Dus, dit is de look. Ja, mijn kamer is een beetje rommel, want ik ga natuurlijk op vakantie, dus ik ben een beetje spullen aan het inpakken al. Maar ik ga even de kleine kamer weer laten zien, want de kleine kamer was helemaal ontploft. Gewoon, je kon niet eens meer de grond zien. Huh? Is die Uber er al? Is die er? Hou je voor de weg. Floor, nee, Floor belt mij, Floor belt mij. Oké, wacht. Maar kijk, nu kan je, is weer helemaal opgeruimd, kan je zien. Oké, Floor... Hallo. 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 Ja, gezellig bij de pizza show. Ik krijg hem nu ook. We zijn er weer, we zijn er weer. Zo leuk. En we hebben dus weer een shot. Wat is het? Wat is het? Meest geliefde en bekroonde kruidenlikeur zo, van Italië. Woe! Nee, wat ben jij nou weer aan? Nee, ja. Jawel, ja. Dit is ook ziek, hoor. Hey, Parfumado. Hé? Oh ja, dit is ziek. Ja, dat is zo ziek. Even ruiken, jongens.
helemaal leeg hier. We beginnen hier bij de Pietje Show elke avond al even met een introductie van hetgeen wat we nou precies doen. Maar bij de Pietje Show is alles altijd net even anders. Elke keer weer. Elke maand een andere locatie met andere chefs, met een ander programma. En vandaag zit ik hier in de Oostermooi Hermitage. Ondanks dat het regent, weet ik zeker dat wij al een heerlijke avond gaan hebben hier binnen in het prachtige. Gaat in één keer losmaken? Misschien kunnen we een drankje laten zien. Oh ja. Ja, jongens. Zijn we er klaar voor? Ga je dit ding doen? Ik zie nog te weinig drankjes. Oh. Ik wil iedereen, proosten. De laatste dag in de Hermitage. Kom jongens. 3, 2, 1. Salutje! En dan is het nu aan Dino, a.k.a. Dino Martin. Met z'n nieuwe nummers. Lekker liefie. Okay. Even verder met de. Ik wou het niet vast. Calzone. Calzone. Als je ooit een keer in Amsterdam bent en de fietsenshow is. 10 out of 10? 10. En sterren. Sterren met de tweede. Uit. Is er aan de hand? Even daar zoeken. Doei mijn lieve mensen. Waar, we hebben een probleem. Waar is hij? Let niet op mijn stem, want ik ben ziek. Maar ik zie dat ik deze vlog nooit heb geëindigd. Ik heb keelontsteking, dus ik kan niet echt goed praten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. De volgende vlog worden de Italië vlogs en die komen zo snel mogelijk online. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Vergeet me zeker niet te supporten natuurlijk. Blauw duimpje omhoog, abonneren en te volgen op TikTok. Praten doet echt te veel pijn. Dus bedankt voor het kijken.
Doei. Yes, I'll be on my way now.